Maar dat is een enorme bedreiging. Absoluut. Een enorme bedreiging. Is gewoon een bedreiging. Stel je verkoopt iets op Marktplaats. Je krijgt ruzie met de koper die schrijft: ik zou vannacht maar met één oog open slapen. Deze persoon heeft jouw adres. Wat zou je doen? Ik zou jouw ogen dicht slapen gewoon. Maakt mij niet over uit. Mag best wel komen eigenlijk. Maar dat is een enorme bedreiging. Absoluut. Een enorme bedreiging. Is gewoon een bedreiging. Ik zie het niet als een bedreiging. Als iemand met zoiets komt, dan zit ik zo van ja, wat moet ik hier nou mee? Ik zou toch politie bellen. Ik weet niet, als je dit hiermee naar de politie gaat, denk ik ook niet dat ik denk dat het een stapeltje belandt met wat komt er van een keer. Nou ja, hij heeft wel mijn adres. En als hij zegt dat ik maar met één oog open moet slapen, ja, dan vind ik dat wel een bedreiging. Nou, ik heb het wel eens meegemaakt. Hij begon een beetje me uit te schelden. Dus, en toen zei hij dat hij vannacht met een paar Bulgaren komt met een bus en zo. Dat hij voorgevend eruit gaat slaan. Dat vond ik wel grappig op zich. Dus ik vind het niet echt heel erg of zo. Hij heeft mijn adres, heel leuk, maar ik doe mijn deur op slot en als er een baksteen door de ruit heen vliegt, dan hoor ik het wel. Maar ja, weet je, op internet durft iedereen altijd meer te zeggen. Dus als hij nou echt dan komt dan ook, ja, dan zou ik op dat moment ja, misschien wel schrikken. Maar nee, ik moet eerst zien en dan geloven, toch?